dit is de beste serie wat ik in een lange tijd gezien heb. En dit gaat echt alles van Marvel voorbij. Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij weer deze gloednieuwe video. Meer dan een maand geleden gingen we reageren op alle Marvel films ooit gemaakt. En nu gaan we vandaag reageren op alle Marvel series ooit gemaakt. In januari kwam de nieuwe serie uit van de allereerste serie van WandaVision. En die was best wel apart. Mensen vonden het begin vaak niet heel cool en daarom keken ze dan ook niet echt verder. Terwijl de serie echt bizar erg de moeite waard is. Dus laten we snel samen gaan kijken. Stop it! Stop it! Stop it! Deep in the dark, your kiss spilled milk. Is this really happening? Like days of old. Lighting the spark of love that fills me with the rain of hope. Am I dead? No. Why would you think that? Because you are. Each day I pray for evening just to be. We are an unusual couple, you know? Oh, I don't think that was ever in question. Ik heb WandaVision zelf 3 keer helemaal gezien en ik vind het nog steeds een van de meest fascinerende dingen die ooit op televisie gemaakt is. En zeker een aanrader voor iedereen die het nog nooit gezien heeft. Die het na 2 afleveringen heeft weggeklikt of wat dan ook, om toch nog maar even door te blijven kijken. In maart 2021 konden we kijken naar The Falcon and the Winter Soldier. Met als hoofdrolspelers natuurlijk The Falcon en The Winter Soldier. Het was ook een hele coole serie met actie erin en allemaal hele vreemde... Ja, opeens zet je 2 mensen centraal die nooit in een film echt centraal hebben gestaan. Dus dat vond ik zelf bizar cool om te doen. En ik merkte dat dat later ook een beetje een formule werd van Marvel. Lekker side-karakters centraal zetten en zo. Dus dat was echt daadwerkelijk een hele coole filmserie. En ook zeker een aanrader voor jullie. Laten we snel gaan kijken. Zo... Who would like to start? Mr. Barnes, why does Sam aggravate you? 15 seconds to drop! So what's our plan? Hey. Great. Ik vond dit daadwerkelijk een verrassend goede serie, waarvan ik ook hoop... Heel veel mensen zeiden dat ze het niet echt iets vonden, maar ik vond het best wel cool. Dus ik hoop eigenlijk misschien nog op een 2e seizoen hiervan. Misschien dan inderdaad Captain America en The Winter Soldier... maar ik ben super benieuwd. Het wordt vast een hele leuke ride als er een 2e seizoen van komt. In juni 2021 konden we kijken naar het allereerste seizoen van Loki. Loki stierf natuurlijk in Infinity War en vervolgens ontvlucht hij de tijdlijn in Endgame. Waardoor hij terechtkomt in zijn eigen tv-show. Die tv-show was raar en die begon raar met... ja, het voelde niet echt als Marvel op het begin... En ondanks dat het later in de episodes wel iets beter wordt en het Kang the Conqueror introduceert, vond ik het toch wel een show, vooral omdat het echt iemand start die al forever in deze video's, in deze film zit, dat ik denk van ja, het had echt wel beter gekund. Maar ik ben super hyped voor het 2e seizoen, wat toevallig binnenkort uitkomt. I know what this place is. The timekeepers have built quite the circus. And I see the clowns are playing their parts to perfection. Big metaphor guy. I love it. Makes you sound super smart. I am smart. I know. Okay. Okay. Tja, het verhaal eindigde natuurlijk best wel open. En toen zagen we Loki opnieuw in Ant-Man 3. En dat is eigenlijk weer de opzet voor het nieuwe seizoen van Loki. Dus we gaan heel erg zien wat we kunnen verwachten van het 2e seizoen. En ik ben zelf super benieuwd. In augustus 2021 konden we kijken naar de geanimeerde serie van Marvel met de naam What If. En ik heb gehoord dat heel veel mensen die serie niet hebben afgekeken. Wat is nou het grappige aan die serie? Het begint met allemaal verschillende... verhalen van wat als er iets veranderd was in een Marvel film of serie. En
er dan net dat zorgt voor een hele andere afloop van het verhaal. Maar in de ene laatste en laatste aflevering, dan komen opeens al die what-if scenario's bij elkaar. En dan is het daadwerkelijk één verhaal. En dat hebben ze echt super goed gedaan. Dus mocht je hier heel sceptisch over zijn, het is niet de beste show. Maar het is nog steeds wel de moeite waard om het te kijken. Laten we samen kijken anders. Yeah, peace. I love peace. I'd be out of a job with peace. Do we know each other? Time. Reality. Reality. It's changeable. Het coole aan de serie is dat je alle karakters ooit uit films en series weer terugziet in deze serie. En dat is gewoon best wel cool. Ook allemaal karakters die het niet hebben overleefd, die je dan opeens weer ziet in zulke what-if scenario's. Dus deze serie is zeker de moeite waard. Ze gaan proberen hier 3 seizoenen van uit te pompen tot de volgende Avengers film. Dus ik ben ook heel erg benieuwd naar het 2e seizoen hiervan. In november 2021 konden we genieten, tenminste konden sommigen van ons genieten, van de Hawkeye-serie. Nou, er is natuurlijk een hoop kritiek op Hawkeye-serie, omdat Hawkeye niet de hoofdpersoon is in de serie, al dat soort dingen. Beetje false advertisement, daar is Marvel goed in. Maar nog steeds, ik vind het wel een hele grappige serie. Het is een grounded serie. Het brengt Kingpin terug in Marvel. Wat echt super cool karakter is. En helemaal die oude Daredevil shows is opeens Kingpin terug hier. En het zet de story op van Maya Lopez. Die haar eigen show krijgt komende november. En het zet het karakter Kate Bishop op. Wat iemand is van de Young Avengers natuurlijk. De beste vriendin van Cassie Lang uit Ant-Man. Dus dit is een show, ondanks dat hij niet per se heel bijzonder is en nog... Sterker nog, hij heeft ook die Yelena-arc nog. Hij zet zo ontzettend veel op. En het is zo'n ontzettend belangrijke serie om wel gezien te hebben. Dat ondanks dat het verhaal soms een beetje cartoonish-achtig is, het wel echt een show is die je gezien moet hebben. This is the first Christmas we've had together in years. I love you guys. I'm making up for some lost time. Authorities are wondering if the masked vigilante who terrorized the city's underworld is back. The past is caught up with me. Er wordt de afgelopen tijd vaak gezegd dat dit waarschijnlijk het allerlaatste appearance was van Jeremy Renner als Hawkeye. Dat hij hierna niet meer terugkomt. Mocht dat zo zijn, dan vond ik dit absoluut een mooie afsluiting van zijn verhaal in het Marvel Cinematic Universe. Mocht dat niet zo zijn, dan zie ik er zeer naar uit om hem opnieuw te zien in nieuwe projecten. En over nieuwe projecten gesproken, wij gaan meteen door naar het volgende serietje van Marvel. In maart 2022 konden mensen genieten van Moon Knight. Echt een serie compleet losstaand van het Marvel Cinematic Universe. Geen crossovers, niks wat we ooit eerder hebben gezien komt echt terug in die serie. Maar het staat op zichzelf en het staat goed. Laten we meteen samen gaan kijken. Welcome to staying awake. I have a sleeping disorder. I can't tell the difference between my waking life and dreams. Hello and welcome to staying awake. Ik weet niet wie van jullie de Marvel-serie Iron Fist hebben gezien, maar in het 2e seizoen daarvan heb je dus ook iemand die DID heeft, Dissociative Identity Disorder. En dat ze dus ook wat Moon Knight heeft in deze serie. Dus dat is best wel super cool om te zien eigenlijk. Ik bedoel, ik heb mensen hierover horen praten en die zeggen, dit is de beste serie wat ik in een lange tijd gezien heb. En dit gaat echt alles van Marvel voorbij. En mocht 80% van Marvel nu trash zijn, dan is dit die 20%, zeg maar. Dus zeker een aanrader. Voor de hardstopper fans van dit YouTube-kanaal, ik weet niet of het er heel veel zijn. Er was Miss Marvel online gekomen. Dat was in juni 2022. En dat was een soort Marvel-serie over een tiener die eigenlijk op een soort hardstopper manier in elkaar is gezet. Best wel apart.
Maar ook oprecht wel een coole serie die mutanten weer terugbrengt in het Marvel-universum. En zeker een goede opbouw naar de film die in november uitkomt van de Marvels. Dus ik raad jullie deze film, deze serie wel aan. Maar het is wel apart. Kamala, hey! Already? Really? Come on, like... Do I have to figure out my whole future before lunch, or is there, like... Maybe they're right. I spend too much time in fantasy land. That is not you. It's not really the brown girls from Jersey City who save the world. That's the fantasy too. Deze serie heeft echt één aflevering die is zo goed in elkaar gezet. Echt, je moet gewoon de serie wel even kijken eigenlijk. Dus hij is op zich, hij is minder slecht dan je na de eerste aflevering zou denken dat hij is. Ik weet niet of dat eigenlijk heel veel hoop geeft, maar ik hoop dat jullie het gaan kijken. Dan gaan we snel door naar de laatste serie. Oh, jullie zijn echt blij dat jullie dit gemist hebben. In augustus 2022 kwam She-Hulk Attorney at Law uit. En nog nooit is er zoveel kritiek geweest op een serie. Echt, sommige mensen vonden het gewoon niet leuk dat de Hulk opeens een vrouw is. En sommige mensen konden daar echt innig woedend van worden. Maar, ik weet dat jullie mij niet geloven op het moment dat ik zeg dat hij beter is dan verwacht. Dus ik ga jullie laten zien dat hij beter is dan verwacht. Trouble's gonna find you. Weird, unexpected trouble. Michael Stein. Why aren't you answering your mobile phone? I'll be right back. Life would be so much easier if I was just Jen. I think you're in a unique position to do some real good. Jen Walters can use the law to help people when society fails them. She-Hulk can help people when the law fails them. This guy's really kind of doing it for me. BB Energy. De redenen waarom She-Hulk best wel een oké show is. Het introduceert Daredevil in het Marvel Cinematic Universe. Die we echt voor het laatst in 2019 hebben gezien in zijn eigen Daredevil shows. Dat is geweldig. Wong zit erin. Dat is altijd geweldig. Abomination zit erin uit de allereerste Hulk film. De allereerste aflevering is een opzetje naar Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Voor de mensen die dat niet wisten. Leuk easter egg. Ja, dit is een hele aparte serie. Ook vooral de laatste aflevering, dat wil je echt niet zien. Het is een beetje zoals How I Met Your Mother. Je kijkt die hele serie en je denkt, dit is leuk. En je kijkt de laatste aflevering en je zit zo van, this ruins everything. Dus zeker een aanrader. Ik ga daar gewoon mee afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Over minder dan een maandje komt Secret Invasion uit, een nieuwe Marvel-serie. Mocht je die willen gaan kijken naar aanleiding van deze video, stuur me even een berichtje. Of laat het weten in de comments. Mocht je met mij willen kijken, bij mij thuis, dat kan ook. Laat het ook in de comments weten. En dan zie ik jullie allemaal weer bij een nieuwe video. Tot ziens, tot later.